Sint Tjintwurg gaat de malke voet van de malketank naar het fabriek. De moderne malkstal kan toch één man betjennen worden. Dit is nog een eenvoudige, lietse malkstal. De modernste wordt computerstuurd en na de kool molken is, wordt de machine automatisch loskoppelen. Net alleen op een boerderij, maar ook op het land binnen de verhoringen roemwaai revolutionair te nemen. Goed 80 lien werd het gerst nog maar de saaie meent. In die tijd wienen er een bulte mierland of heerland. Dit wie leeg land dat in het laatst van juni en bij meerwaar begin juli meent waard. Elke dag moet de saaie harweren. De boer zit maar zijn regen naar de zinnen en slacht op het ijzer omdat het zat tin is dat er een witte snee te zien is. Koolmelker Fokker van der Berg. Met dit maar een saaie sa, die moet goed scherp zijn. Daar moet alle materiaal staan. No? En die wordt eerst dus harren, dat spul uit teren. En dan strik je, als je ongeveer 15 meter meent. Dan is er wel een beetje stompen, dan wordt er westerus. Dat neemt ze een striktocht. Als je maar goed harren kan, hè, dan is het net zo je werk. Maar ja, dat lichaam dat heeft een hele oude wending. Hè? Je zijn een zatte man. En dat is het hele lichaam. Is in beweging. En dat moet eerst wat wennen. Maar mijn veertje na, dan ben je daar wel trouw. Dan valt dat wel weer wat mooi. Maar het betekent dat het gas weer weer dan mag meer dan het best. En dan moet je maar rekenen dat die de mensen een jaar of jaar dus last winnen. Maar dan komen ze medisch even in de tent of erachter. Maar dan namen ze een stukje dat ze even bekamen. Want dan weer alles zat droog en dan meer het volle moeilijke. Ja, en dat waren weer dan meer de jongens die wel niet over naar de dag. Ja, dan, en dan waren het verdouwig en dan wordt het beter meer. Nou, je kan nog wel zien, dit is een roegestrond. Dit brengen we aan in de bult. En dan moet het dan hier zitten, dan broeit het terug. En dan kan het anker meer uitlaan. Na de ongetijd, in juli, de ongetijd weer vroeger letter. En dan kwam de rusken uitlaan. Zodreed het heer van het land weer, kwam de stront roer. Het weer aan de eind van de ongetijd. En een oren van het dongen zetten de Hannekemaaiers weer een hoes aan. En als je hem dus goed oudjaren had, dan is er wit van zweet, maar het is zout. Maar vroeger eerst, toen kwamen ze dan net. En dat is ongeveer begonnen, maar dus in 1915 of zo, toen ben ze met de kaalbalken begonnen. Dat kan we absoluut een volgende periode, dus een nieuwe methode om het vluchten van gas te hebben. Van land en dat mocht dat echte, raarige hudde, heiland, dat kon je niet kuilen. Dat werd te iepen, dat werd te pureus, dan kreeg je schimmeling. Dat moest dat zachte, vinnige gas wijzen wat je nodig kunt werken. Want ze menen vlug en het gas is mooi zacht en dat wil enorm afsluiten. En dan gooiden we de zachte modder op voor de druk. En dan rond dat vocht aan een kantendel, dan droegen dat kuilselboot net uit. Dan kwam druk op, om dat vocht weer uit het gas te drukken. En dan door dat wel over een week of 14 dagen en dan hier dat goed warm werd. Ja. En dan werd het geconserveerd eigenlijk, maar dan moest wel gewicht op. Dan kwamen er sjerden, dus je snijden, dan moest tot de sletten eigenlijk. Van die walsteken die kwamen op de kant en dan in je zon of modder tussen. Maar het moest goed geperst en dan weer luchtdicht. Petje! Ja, maar.